Thank you.
Thank you.
dan nog één concerto grosso van Händel. Het is bijna niet voor te stellen, maar dit waren zijn intermezzi voor in een pauze tijdens een opera of oratorium werd zo'n concerto uitgevoerd. Voor de stad Londen was het een sensatie, net als Amsterdam, liepen ze ervoor uit. En het een van de hoogtepunten was, en dat is het namelijk nu ook voor ons, Händel improviseerde heel erg veel. Dus we kijken daarom, Pieter, heel erg uit naar het langzame deel.